Voor mensen zoals ik wordt het leven door digitalisering steeds makkelijker. Ik doe bijvoorbeeld in 5 minuten mijn belastingaangifte, regel met een paar klikjes mijn pensioen en ook overstappen van zorgverzekeraar heb ik zo gepiept met een paar klikjes. Dit soort zaken maken het dus voor sommige mensen makkelijker, maar er zijn ook mensen voor wie digitalisering soms een grote blokkade betekent. In dit inzicht ga ik in op de digitale blokkades waar mensen tegenaan lopen. Ik ga in op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we een digitaal meer inclusieve samenleving worden. Ik ga zo meteen op zoek bij Yvonne. Yvonne kon vroeger niet goed lezen en schrijven. Ze is nu taalambassadeur voor de Stichting Lezen en Schrijven. Ik ben heel benieuwd wat haar visie is op de communicatie van de digitale overheid. Wouter? Lusje koffie? Ja, lekker Yvonne. Je had vroeger moeite met lezen en schrijven. Je bent toen volwassen onderwijs gaan doen. Hoe was het voor jou om die stap te zetten? Nou, wat dat mij toe gedreven heeft is uiteindelijk, ik kreeg mijn kinderen. En ik wilde mijn kinderen leren lezen en helpen met school. En die mogelijkheid had ik niet. Totdat ik op een gegeven moment op een markt bij ons in Dongen liep. En dan kwam ik juffrouw Corrie tegen, vriendin van mijn moeder. En die vertelde dus van dat er volwassen educatie was. En toen ben ik terug naar school gegaan. Wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd? Het heeft mij opgeleverd dat ik mijn rijbewijs heb kunnen halen na 15 jaar. En meer vertrouwen in mezelf gaan krijgen. En ik zeg niet dat ik er al ben, maar het heeft wel mijn wereld opengemaakt. Yvonne, ik ben wel benieuwd waar je bij de overheid wel eens tegenaan bent gelopen. Nou, toen ik deze site voor de eerste keer echt zelf ging gebruiken, toen viel ik wel over de moeilijke woorden en dan had ik eigenlijk mijn woordenboekje om daar een woord in te zoeken wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. Zo ben ik bezig met een site te begrijpen. Mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf ook van het zou zoveel makkelijker kunnen. Wat zou je de overheid willen meegeven op dit thema in zijn algemene? Ik vind het jammer dat de digitale overheid, of eigenlijk sowieso digitale netwerken, eigenlijk zo erg in opkomst is dat de loketten verdwijnen. Als je naar een loket gaat, en dan kun je een vertrouwensband opstarten met iemand. En dan kun je ook een beetje beter uitleggen wat je bedoelt. Ik vind eigenlijk dat je daar eigenlijk wel een mispunt in slaat als overheid. Natuurlijk, we gaan een digitale netwerk op en het hoort bij deze tijd. Maar ik vind het toch wel een beetje eng en gevaarlijk. Maar wat doen we nu eigenlijk aan die digitale blokkades? Ik ben hier in Rotterdam. Ik ga bij de bibliotheek in gesprek met Paul Adels. Hij is manager markt- en productontwikkeling. En hij is bezig met cursussen om digitaal ongeletterden te bereiken. Hey Paul. Goedemiddag Wouter, welkom. Leuk om hier te zijn, Paul. Wat is precies het belang van digitale inclusie? Het belang van digitale inclusie ligt voor mij in het feit dat ik het belangrijk vind dat iedereen in de samenleving deel kan nemen aan die samenleving. En wat je ziet is dat de digitale ontwikkelingen ons heel veel goeds hebben gebracht. Maar tegelijkertijd zie je dat 15-20% van de bevolking in Nederland moeite heeft om deel te kunnen nemen aan de samenleving, omdat ze gewoon niet digitaal vaardig genoeg zijn. Nou, daar krijg je problemen van, want bijvoorbeeld je hebt recht op een bepaalde toeslag vanuit de overheid. Je weet niet hoe je die digitaal moet aanvragen. Dan krijg je niet waar je recht op hebt. Nou, mijn belang is dat ik vind dat we een mooiere samenleving creëren als die mensen geholpen worden om ook goed digitaal vaardig te worden. Wat is de rol die de bibliotheek hierin aan het pakken is? Ja, eigenlijk is elke bibliotheek op de een of andere manier heeft in zijn missie staan dat ze willen helpen om een samenleving te laten bestaan uit kritische, zelfbewuste, actieve burgers. Nou, daar hoort automatisch ook bij dat die burger ook actief mee kan komen op het digitale vlak. Dus je ziet dat eigenlijk elke openbare bibliotheek in Nederland heel actief werk maakt van digitale inclusie door allerlei programma's en cursussen en workshops aan te bieden. Wat doen jullie dan heel concreet om mensen digitaal vaardiger te maken? We bieden een aantal programma's aan op verschillende niveaus. Het instapniveau dat is ons programma Klik en Tik. En dat is een programma waar het gericht is op het leren omgaan met de aan- en uitknop van een pc. Met hoe werkt een muis of wat moet ik doen om een tablet werkend te krijgen? Zo bazaal is het echt, serieus. En veel mensen hebben daar nog steeds problemen mee. Daarnaast hebben we het programma DigiSterker. En daar worden Rotterdammers opgeleid om hun weg te vinden met de digitale overheid. Dus hoe maak ik een DigiD aan? Hoe kan ik een toeslag aanvragen? Omdat mensen vaak verdwalen in dat woud. Nou, daar is heel dit programma op gericht. En dat wordt ook afgesloten met een certificaat.
Wat ook een heel mooi project is, wat we 2 jaar geleden gestart zijn, eigenlijk landelijk, dus vanuit alle bibliotheken met de Belastingdienst, is dat wij mensen helpen bij het invullen van hun belastingformulier. Wat zijn de uitdagingen die de bibliotheken daarbij tegen het lijf lopen? Een heel groot vraagstuk, en dat kunnen wij niet zelf oplossen, dat moeten we gezamenlijk doen met iedereen die daar een rol in heeft, is dat digitale vaardigheden, als je die niet hebt, daar zit heel veel schaamte omheen. Dus mensen ervaren daar een drempel om daar iets mee te gaan doen. En de grootste uitdaging ligt erin, hoe activeren we nou die mensen om actie te gaan nemen en te denken van joh, ik heb een probleem, ik kan hulp vragen om mij te ontwikkelen op digitaal gebied. Nou, bij Ideaalbeeld is dat digitale vaardigheden zo goed mogelijk ontwikkeld zijn. Dus dat we echt midden in een netwerk staan waarbij alle partners in de samenleving met elkaar helpen om de mensen op de juiste plek te krijgen voor de juiste behoeften. Want er ligt een prachtige infrastructuur in het land. Die is stabiel, die verandert niet zo snel, want de bibliotheek is onderdeel van het maatschappelijk leven en blijft dat ook. Het is laagdrempelig, mensen komen er graag. Dus maak daar ook echt optimaal gebruik van om dit probleem met elkaar op te pakken. Iemand die ook bezig is met digitale inclusie is Lea Bouwmeester. Zij is bezig met de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven op dit thema. Lea, waar ben je op dit moment mee bezig rondom digitale inclusie? Ik ben kwartiermaker van de Alliantie Nederland Digitaal Vaardig. Dat is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven en het ECB. En wij gaan kijken hoe kunnen we nou heel Nederland digitaal vaardig maken, zodat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. En wat zie jij nu gebeuren in deze samenwerking? Gaat het de goede kant op? Zien we mooie initiatieven ontstaan? Nou, we zien heel veel goodwill van de bedrijven die echt mee willen werken met de overheid. Omdat ze zien dat het een maatschappelijke opgave is. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, ons grote voorbeeld, is van de Good Things Foundation uit Engeland. Die hebben het leeraanbod, wat nu nog versnipperd is, hebben zij al gebundeld in 1 leerplatform. Daar ga je heen. En dan kun je kijken, heb ik vragen over reizen, over zaken doen met de bank, of wil ik iets weten over werken met de overheid. Dan kun je daar online ondersteuning krijgen. Maar ze hebben het gecombineerd met offline communities. Dus er zijn plekken in de regio waar jij woont, waar je heen kunt gaan, waar gewoon mensen zijn die met jou kunnen kijken hoe kunnen we dan zorgen dat je ook daadwerkelijk digitaal zaken kunt doen. Dat vinden we heel krachtig en wij gaan nu kijken of we dat in Nederland ook kunnen doen. En waarom is het bij deze opgave om iedereen mee te laten doen zo belangrijk dat het bedrijfsleven en de overheid goed samen kunnen werken? Nou, het is niet een vraagstuk van alleen de overheid, maar wat je ziet is dat mensen in hun hele leven overal te maken krijgen met digitale vraagstukken. Dus inloggen bij mijnoverheid.nl, maar net zo goed inloggen bij mijn zorgverzekeraar of mijn telefoonmaatschappij. We hebben allemaal dezelfde opgave, net als werkgevers en werknemers dat hebben. En de kennis ligt dus ook niet alleen bij de overheid, maar zeker ook bij al die bedrijven waar die mensen komen. Waar mensen vragen stellen, daar zit kennis over wat voor type vragen worden er gesteld. En hoe kunnen we deze mensen helpen, zodat wij allemaal digitaal vaardig worden. Dus even als voorbeeld, ik had een mini stage in de Vodafone-winkel. Daar komt iemand binnen die zegt, ik heb een nieuwe telefoon nodig, want mijn DigiD doet het niet. Dus die medewerker dacht, ja, ik wil je wel helpen, maar ja, ik mag niet in jouw DigiD. Dus wat je dan wil, is dat het probleem wordt herkend. Dat zo'n medewerker kan zeggen, nou, we hebben een leerplatform. Daar kan ik je naar verwijzen, ik help je er even naar. Er zijn in zo'n winkel genoeg tablets. Kijk er eventjes naar en wil je meer informatie hebben, dan kun je ook naar de BIEB gaan. Ik ben wel benieuwd, wat is jouw persoonlijke drive? Waarom ben je hier aan begonnen? Nou, wat mij drijft, is mensen die van nature niet de sterkste stem hebben, een stem te geven. Dus eigenlijk vind ik het heel erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. En wat je ziet bij digitale vaardigheden is dat het een beetje een taboe dreigt te worden als mensen systemen of apparaten niet snappen. Het gaat door alle lagen van de bevolking heen. Dus als je dan op slimme manieren kunt kijken hoe je de kracht van het bedrijfsleven en de overheid kunt bundelen en daar iedereen mee kan helpen, word ik een gelukkig mens. Prachtige missie, dankjewel. Na gesproken te hebben met Yvonne, met Paul en met Lea ben ik tot de conclusie gekomen dat digitale inclusie niet iets makkelijks is. Het is iets waar we het niet alleen maar kunnen oplossen met hoger opgeleiden. Het is iets wat we niet alleen maar kunnen oplossen door cursussen te geven. Het is ook niet iets dat we alleen als overheid kunnen oplossen. Het is iets wat we samen moeten doen en waar we op allerlei vlakken moeten nadenken over hoe we mensen die wat minder goed met digitalisering om kunnen gaan, kunnen betrekken in onze samenleving. Ik denk dat het iets is wat misschien wel de grootste opgave gaat wezen van onze digitale overheid.